احنا بالنسبه لنا طموحاتنا فين غتوصل؟ احنا بالنسبه لنا العمل. Dit is hem, De Pompa, maar dan wel de Arabische versie ervan. Het script van het in Vlaanderen legendaarse stuk is nu volledig uitgeschreven in het Arabisch en zo goed als speelklaar. Ik denk dat we niet over een grotere integratie kunnen spreken dan dit. Een door en door oer-Antwerps, zeg maar Vlaams stuk, dat door Marokkaanse acteurs gaat vertolkt worden. Ik word er koud van. Ja, u heeft gewonnen. De Pompa was 30 jaar geleden een topper in Vlaanderen en kwam later ook op tv. De problematiek was toen bij ons brandend actueel. Blijven we onze Pompa thuis verzorgen of sturen we hem naar het rusthuis? Die vragen daar worstelt op dit moment de Marokkaanse gemeenschap mee. En dat is niet voor hen. Nu is dat vanzelfsprekend, dat wordt niet meer over gesproken hier in België. Vanzelfsprekend, iedereen weet, ik eindig als ik geluk heb in een rusthuis. En nu zitten wij, als Marokkanen, zitten wij voor dat probleem. En daarvoor denk ik dat dat stuk momenteel is het geschikte is om de problematiek te behandelen. De Marokkaanse Pompa is wel wat aangepast aan de culturele verschillen. Zo dronk de echte Pompa altijd een witteke. De Marokkaanse houdt het bij vers fruitsap. En er is nog een verschil. In het stuk van de Pompa gaat de kleinzoon bijwonen met zijn vriendin. Dat is voor ons nog een stapje te ver. En ik heb dat gewoon herleid aan samen uitgaan, samen naar cinema, samen leren elkaar kennen. Een Pompa in het Arabisch zou in het najaar op de plank komen. In Marokko, maar ook in Antwerpen. En wie weet zelfs in het echt Antwerps theater.